er ook bij, Bart. We gaan jetzt nach dem Schloss. Goedemorgen, meneer Frans. Ja, maar wie? Deze man? Ja. In 2014, dus 5 jaar geleden. Het laatste vet der natie. Daar is het hoofd op de hoop op de mislukking der invasie. I is de Isaac ten dode geplaagd. Wonder, hè? Die man heeft, ja, die heeft, die was een Jood, getrouwd met een Duitse vrouw. Ja, we hebben het hier over Zuid-België en Frankrijk. Hè? Ja, nou, dit is Frankrijk, hè? Hier zit Zuid-België, dit zit nog hoger, hè? Is het Reims? Ja. Dit waren dan die Gribbel. Dat waren die loopgraven. De loopgraven onder, ja. Ja, dat was het. Maar ja, dat is weer heel anders om dit te leggen. Dat is een ouderwets. De laatste oorlog die op deze manier werd gevoerd. Ja. En we hebben hier de Leeuwarden Krant die ik vaak lees. Even Frans gedag. Ja, dat haar zit niet goed, Ben. Haar zit niet goed. Je haar moet af. Niet voor de ogen. Ja. Dan beter. Nou, hij begint er aardig op te lijken. Hij kan een beetje over de helm heen. Plus Frans. Je neus is wat scherm. Frans, ja. Even daar zit plus, hij. Plus. Die is wel, die is clownesks, Paul. Ja, die is. Dat is een kever. Dat is een viking, hè? Ik zit hem jou wel staan. Ja, het is. Heb je die ook, hè?
Dus die moet wel bijstraat. Spaanse? Dat is Spaans, ja. Spaans, ja. Die dragen ze nog bij, die paus. Oh ja, Spaans. Die moet je even naar de schoolzusje sturen. Die moet je even naar de sturen. Die mag eens even. Inca. Wetenschap. Dat heeft wel wat natuurlijk. Zo, kijk. Speciale feesten. Het heeft wel wat speciaal natuurlijk. Dit is prachtig. Ja, is het verkeerd omgegeven. Ja, eigenlijk gek. Helemaal goed. Nee, het zit helemaal verkeerd om. Dan maar we laat je gewoon hangen zo. Nee, het maakt niet uit. Ja, en die kon zelf natuurlijk niet kwijt. Waarom moet je zo'n ding laten in een normaal huis? Ja. Maar dit is volgens mij geen normaal. Want dat, kijk, dat is een hert. He? En een ree is dat, he, dat kleine. Ja. Dat zijn herten. Maar een edelhert kan dat? Dat een grote. Nee, dat zijn edelherten. Dat zijn edelherten. Dan kan je niet met een klein bootje komen hier. Direct descendants of midshipmen Edward Young. MS Bounty. En dat is zo bijzonder eigenlijk, dat je daar op zo'n eilandje, het stelt helemaal niks voor, maar... Gewoon leeft zonder verder. En er wonen 50 mensen, dat wordt vanuit Nieuw-Zeeland wordt dat bestuurd, ja. Eigenlijk een beetje. En die sturen dan, bijvoorbeeld de leraar, we waren er met, dat mag niet meer tegenwoordig, maar met een cruiseschip. En de leraar... nou, toen we eraan kwamen, toen hadden ze geen aardappelen meer of zoiets. Dus ze vroegen ons aardappelen, kregen we kreeften terug. De leraar en zijn vrouw van het schooltje, die gingen met verlof in. Die gingen dan met ons mee, want er kwam voorlopig geen boot meer. En een vliegtuig kan niet daar. Heel, heel, heel grappig. Hé, hey, maar is dat een beetje inteelt? Ja, ja, dus ik heb hem een jaar al een keer lelijk uitgemoord geloof ik. Ja, ik Rusland. Met een bescherming erover. Ja, mooi. Regen. Mooi. Ja. Ja, 3481. Nou, dan gaan we zo even de toren ingooien. Ja, dat kan wel. Oh, hier hebben we frisse lucht. Ja. Kan je proberen in de boom te krijgen? Ik heb daar ook wel in gekeken, ja. Hier werd gesponnen door ja. Ja, dat is goud, zilver, was dat de stroming goud?